Kom op, Toad! Je kan het! Snel! Naar boven! Pak die ster! What up, YouTube? Super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag spelen we een nieuwe game, namelijk Captain Toad Treasure Tracker. Ik heb de game nu ongeveer 2 uur gespeeld. Hij bestaat uit 3 boeken. Je ziet hier boek 1 en 2. Boek 3 heb ik nog niet vrijgespeeld. En ik ga jullie vandaag de tofste levels laten zien uit boek 1. En dan begin ik bij dit level, de koning van Vuurspuffius. Deze game is ook uitgekomen op de Wii U. Daar heb ik hem nog nooit gespeeld. Ik speel hem hier voor het eerst en ik moet zeggen, ik vind hem echt super tof. Dit is mijn favoriete level uit boek 1. Ik vind deze zo tof. Kijk deze mega draak. We moeten aan hem zien te ontsnappen met onze baas Captain Toad. Kijk hem lopen. Ik vind hem zo tof. Ik hou van Captain Toad. En dat gaan we doen. We moeten schuilen achter deze platformpjes, zodat we niet geraakt worden door het vuur wat hij spuugt. Kijk, je kan hier ook achter schuilen. En de bedoeling is dat je ook in elk level diamantjes probeert te pakken. Zoals deze. Hier zie je een diamantje. En dan moeten we weer schuilen. In elk level zitten 3 diamantjes en je hebt ook altijd nog iets extra's wat je moet doen. En in dit level is dat 45 muntjes proberen te verzamelen. Je kan het ook doen zonder al die challenges. Je hoeft dat niet per se te doen. Kijk, hierachter zie je ook weer een trappetje. Hier kan ik weer muntjes gaan pakken. Je hoeft dit niet te doen. Je mag ook gewoon lekker naar het einde toe lopen als je geen zin hebt om dit te doen. Maar ik vind het gewoon leuk om het wel te doen. En kijk dit level, jongens. Super vet. Kijk die mega grote draak, jongens. Die probeert ons te raken met zijn vuur of rook. Wat is het? Hij kijkt ons in ieder geval hartstikke boos aan. En we werden bijna geraakt door hem. Nu moeten we hier achter dit blok zien te schuilen. En dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, dat gaat wel lukken. We pakken 10 muntjes erbij. We hebben nu 31 muntjes. En ik ga proberen om alle muntjes in dit level te pakken. Want dan heb ik ook de challenge voor dit level gehaald. Let's go! En weer een diamantje. Ja. Cool. Nu mogen we hier naar boven. Go, 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 Toad. Let's go. Kijk hem. Ja, hij is nu echt boos. Hij is nu echt heel erg boos. Ik denk dat we wel hierachter kunnen schuilen. Kijk, nu hebben we ook last van lava, jongens. Oké. Cool. Daar ligt nu lava. En dit is best wel een lastig plekje, denk ik, om doorheen te gaan. Kijk, er komt er weer lava. No! We moeten echt even geduld hebben hier zo. Nu gaat hij weer vuur spugen. En nu moeten we gaan rennen. Ja, kom op. Oh, we vielen echt bijna van de zijkant af daar zo. Lekker Tootje. Oude baas. Hoppakee. En nu zijn we bij deze trap. En ik wacht even, want anders krijg ik hem vol op mijn bakjes, jongen. Dat vuur van deze draak. Kom op, Toad. Je kan het. Snel. Naar boven. Pak die ster. Nee. Ah! Bam! En zo verslaan we deze super toffe draak in dit lava level. Echt, dit level is zo vet. En ja, ik hoop dat jullie het ook tof vinden om te zien. Dit is een keer een ander spel. Nieuw spel, Captain Toad Treasure Tracker. En we gaan voor die ster. En die pakken we. En dan hebben we dit level uitgespeeld. Super nice. Lekker gedaan, Toad. Hoppa! Hebben we nu 45 munten? Jazeker, we hebben 45 munten verzameld en hebben de challenge in dit level gehaald. Ik ga jullie nu het allereerste serieuze level laten zien. Dat is de watertempel van de Walleis. Van de Walleis? Van de Walleis, denk ik. En dan denk je, oh, dit is makkelijk. We beginnen hier en nou, dan ga ik gewoon hier naartoe. Dan stort die brug in. Potverdikkie. Potverdikkie dory zeg. Dit soort levels kan je eigenlijk veel meer verwachten in Captain Toad Treasure Tracker. De bedoeling is dat je gewoon lekker zo rondkijkt. Wat voor level is het? Waar moet ik naartoe? Het zijn allemaal van die vierkante blokjes, kleine leveltjes. En ik vind het super leuk. Hier zie je een vijand. Dan kan je even iets op zijn bakken gooien. Zo, hoppa. Zullen we nog een keer doen? Oh, ik mis. Maar maakt niet uit. We kunnen er in ieder geval langs. Daar zie je een diamantje die we kunnen pakken. En dat gaan we dan ook wel doen. We moeten om ons heen kijken van het spel. Dat hebben we gedaan. Hoppa. Diamantje erbij. Oké. Dit haalden we net niet. Nog een muntje gepakt. En dan moeten we nu naar de overkant. Pakken we weer een radijsje. En dat is een paddenstoel. 10 muntjes. Woep, 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 woep. Oké, mogen we hier door? Zo. Of was daarachter nog iets? Zag ik dat nou goed? Kunnen we doorlopen? Hier naartoe? Ja. Hier ligt zeker een diamant. Inderdaad. Diamantje. Hoppakee. Dan gaan we hier naartoe en dan gaan we hier het trappetje op. Oh, daar liggen nog muntjes. Hoe kan ik daarbij komen? Kan ik dat via deze kant doen? Nee, zo te zien niet. Dan moet ik weer via dit ronddraaiende blok doen. Zo, en dan... Yes! Muntjes! Yay! Dan wachten we even tot het blok weer goed staat. En dan kunnen we door.
Nee, nog niet goed. En nu wel goed. Nice. Gaan we deze kant op, zijn we alweer bijna bij het einde van het level, denk ik. Moeten we hierin? Oké, let's go. En ja, nu zijn we boven. Gooi maar even een plantje op zijn bakjes, jongen. Doe het maar, Toad. Hoppakee, dan staat hij tenminste even stil. Hoppa, diamantje pakken. En door. En dan hebben we dit level uitgespeeld. Dit is eigenlijk het eerste serieuze level wat je speelt in deze game. En dit is hoe de game grotendeels is. Dan gaan we nu door naar knollen gooien in de kristalmijn. En hier zit je eigenlijk gewoon in een mijnkarretje. Dit vond ik ook echt een hartstikke leuk level. En oh, hier nog muntjes, joh. Dat wist ik geen eens. Hoppa, even al die muntjes pakken. Zo lekker. En je ziet het. De eerste diamant die is achter ons. En die kunnen we proberen te pakken als we radijsjes erop gooien. Hebben we hem? We hebben hem. Nice. Dan kan je overal nog radijsjes opgooien. Hier op die muntjes bijvoorbeeld, om die muntjes te pakken. Dan moeten we nu... Oh, op deze blokken natuurlijk. En op dat paalblok. Dan hebben we gelijk alles in één keer. Nice. Daar nog meer muntjes. Hier nog meer. Yes. Cool. Oh, daar nog meer. Bam. En bam. En enemies. En klap alle enemies. Hoppa. Lekker dood. Je doet het goed, jongen. Je doet het goed. Ik ben trots op je. Hoppakee. Oh, diamantje. Ja, die pakken we ook mee. Daar nog veel meer muntjes trouwens, jongens. Die wil ik echt even hebben. Zo, nice. Kunnen we deze vijanden proberen te verslaan? Oh, en ik druk op een knopje. Oh, dat wist ik geen eens. Ik kan nog ook gewoon zo gaan kijken. Nice. Nice. Maar dit is wel makkelijker. Dan kan je iets beter richten. Dus je hebt first person en third person view. Ik ga lekker voor de first person. Hoppa, let's go. Lekker dood. Hoppakee. En dan zijn we eigenlijk alweer aangekomen bij het einde van het level. Dus ja, het zijn allemaal hele korte leveltjes. Maar ik vind die leveltjes echt super leuk. Ik vind het een ideaal spel om mee te nemen op vakantie. Als je gewoon even snel wil gamen. Je hebt misschien niet zoveel tijd, maar je wilt toch een leuk spelletje spelen. Dan is het echt ideaal, vind ik. En ja, we hebben ook dit level gewoon keihard uitgespeeld. Dan gaan we door naar het laatste level uit boek 1. En dat is Wingo's Wachttoren. En de bedoeling is dus dat we Toadette weten te redden. Want deze grote boze vogel die heeft Toadette gekidnapt. No! En wij moeten hem dus gaan verslaan. Ja, en hij zit lekker in zijn toren. En wij moeten, ja, maar eens bij hem zien te komen. Toad, je bent een held als je dit durft, jongen. Maar voor Toadette doe je natuurlijk alles. Toch, Toad? Hij begint met zijn vleugels te klapperen. En dat zorgt voor nogal wat wind. En wij moeten ervoor zorgen dat we niet te veel last hebben van zijn wind. En dan bedoel ik niet zijn scheetjes. Ik bedoel gewoon echt wind, zeg maar. We moeten deze hendels naar boven halen. En oppassen dat we niet van dit platform worden geblazen. Gelukkig lukt dat. Ik moest even goed opletten, jongens. Pakken deze muntjes op. Kom op, dood. Nice. Dit platform doen we omhoog. Oh, en hier is inderdaad een diamantje. Deze had ik nog niet. Nice. Even wachten tot de wind weg is en dan kunnen we weer door. Oh, nu hebben we wel een probleem. Nu moet ik echt even hier achter gaan staan, anders word ik echt kaart weggeblazen. Kom op, dood. Je kan het. Je kan deze vogel verslaan. Ik weet het zeker dat je dit kan. Oké, we gaan hier naar boven, denk ik. Oh, nee, wacht. Oh, we kunnen ook nog daar naar boven. Laten we dat eerst even doen. Nu hebben we toch geen last van die vogel aan deze kant. Dan kunnen we deze radijsjes er even uittrekken. Dat zijn natuurlijk allemaal muntjes. Lekker. Hoppa. Hier kunnen we... Oh, hier kunnen we niet staan. Oh, dat ging echt maar net goed. Daar waren we bijna sjaak, jongens. Dat ging bijna niet goed. Dit gaat helemaal prima. Ja, goed zo. Gaan we hier naar boven of gaan we deze radijsje nog even pakken? Laten we dat doen. Laten we deze nog even meepakken. Hoppa. Oké, naar boven. Snel, Toad. Anders heb je last van die wind. Snel. Oh ja, lekker. Oeh, je bent net gered, Toad. Lekker bezig. Radijsjes. Nog meer radijsjes. Hendeltje overhalen. En dan kunnen we weer door. Goed zo. Diamant hieronder hebben we al gepakt, zie ik. Hier kunnen we gewoon het beste even wachten, denk ik. Oké, dan gaan we hier naartoe. Alleen, kunnen we nu niet dit trappetje op. Hij gaat denk ik dat trappetje deze kant op blazen. Ja, precies. En dan zouden we er nu langs kunnen. Moeten we wel even heel snel daar naartoe, jongens. Of kunnen we eventjes hier wachten? We kunnen wel even hier wachten. Ja, precies. En dan moeten we er nu op klimmen. En dan blaast hij op de goede kant op. Moeten we even wachten. En dan kunnen we nu naar boven en nu deze diamant pakken. Nice. Dan kunnen we ook gelijk nu door naar de overkant. En dan, ja, goed zo. Lekker dood. Snel. We gaan Toadette redden. We gaan er redden. We kunnen dit. Come on. Boom. Naar de top.
van de berg. Kijk hoeveel goud hij heeft, jongen. Dat is een gierige vogel, jongen. Dat is niet normaal. Oké, we gaan deze vogel verslaan. We moeten oppassen dat hij niet die radijsjes op onze bakkes dropt. Dan moeten we snel een radijsje zien te pakken en die op zijn bakkes droppen. Bam! Op je hoofd, jongen. Doen we gewoon. Oh, kunnen we er gelijk nog één pakken dan? Of zijn we nu te laat? Ja, lekker! Goed gedaan, Toad. Pakken we er gelijk nog één? Oh nee, dat gaat niet. Die is weg. Die is nu verdwenen. Oh, we krijgen een leven. Thanks. Nice. Dankjewel, Toadette. Supergoed. Moeten we nu even opletten weer dat we geen radijsje op ons hoofd krijgen. Snel weer eentje pakken. En op ze bakkes. Hoppakee. Later, grote vogel. Letterlijk in zijn bakkes. Oh, en hij slikt hem in. En dan... Hij is zo dik dat hij niet meer kan vliegen. Super nice. En dan hebben we Toadette gered. Toadette is hier weer veilig bij... Nou ja, veilig bij Toad wil ik niet zeggen. Maar die is in ieder geval weer bij Toad. We moeten eruit het goud trekken. En hoppakee. Dan heeft Toadette de ster meegenomen. En dan hebben we ook dit basislevel gehaald. En hebben we Toadette gered. Yay! Toadette hype! Ja, ze is er ook heel erg blij mee zo te zien. Ze is blij dat ze weer bij Toad is. En dan, ja, dan pakken we gewoon de ster op. En dan hebben we dit level gehaald. Hoppakee! Party! Level voltooid. En daarmee kom ik ook gelijk aan het einde van deze video. Er zijn nog twee boeken. En als je nou daarvan ook de leukste levels wil zien, doe dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Hè. En reageer hieronder wat je van Captain Toad vindt of je het een leuke game vindt. Ik ben hartstikke benieuwd. Heb je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan zeker even. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan ook op twitch.tv/rickatyoutube. Dan zie ik je daar of bij de volgende video. Mazzel!